Het is 6:55, jongens. We zijn er weer. Ik hoop dat u allemaal de koffie heeft kunnen zetten en de suiker en de melk en alles bij elkaar staat. Welkom terug bij onze presentatie. Voor degenen die net nu aansluiten na de eerste helft, zeg maar, die voor de tweede helft aansluiten. Eventjes kort, er is een manier om mee te reageren, met opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen. Daarvoor hebben we mijn collega Bart Ormel en die zal even kort nog wat uitleggen hoe dat zou kunnen. En er zijn al wat voorbeeldjes van, dus Bart... Ja, met de uitnodiging voor de livestream is ook een link meegestuurd voor de app Mural. En dat is een soort digitaal posterbord en iedereen kan daar opmerkingen en vragen achterlaten. Het bord is ingedeeld in allemaal vakken, voor elke presentatie één vak. En je ziet, we zitten op de helft, dus we hebben hierboven al heel veel post-its geplaatst en de komende 5 presentaties... Ja, die moeten nog gevuld gaan worden. Je kunt zelf heel makkelijk heen en weer kijken en inzoomen. En als je een vraag of een presentatie hebt voor een groep, dubbelklik dan gewoon in het scherm. En dan zou het aardig zijn als er nu een post-it verschijnt. Je hoeft hem niet te vergroten, je hoeft er alleen maar in te typen. En dan kan ik ze straks zien en dan... kun je eventueel zeggen van ik wil hem bij de opmerkingen hebben staan of ik wil hem aan de vragenkant hebben staan. We vragen aan opdrachtgevers en expertbegeleiders als zij een vraag plaatsen om dan hier even op te klikken en voor een rondje te kiezen. Dan springt dat er mooi uit. Dat kan eventueel ook hier links in beeld. Kun je ook kiezen voor een ronde post-it speciaal voor de opdrachtgevers en de expertbegeleiders. Top, dankjewel. En maak daar gebruik van. Hè. De eerste helft is daar mooi gebruik van gemaakt, dus ga vooral zo door. Even een opmerking over de filmpjes van net. Hè. Dat liep een klein beetje stroef. Dat heeft te maken met, eigenlijk met u thuis, daar kunt u niks aan doen. Maar omdat we thuis graag die PowerPoint ook samen in beeld willen hebben bij het andere, dan heeft dat wat consequenties voor de instellingen hier. Dus dat is even een klein dingetje waar wat vertraging in kwam. Dat is het dus. We gaan gewoon verder, jongens.